Familiebedrijf Van der Velde Rioleringsbeheer is met bijna 500 mensen in dienst en 17 locaties de grootste van zijn soort in Nederland. Ook in Arnhem kom je ze regelmatig met hun gele bussen tegen. Ze zorgen ervoor dat het rioleringsstelsel in onze stad goed onderhouden wordt. Van der Velde Rioleringsbeheer is een familiebedrijf. We staan 53 jaar nu. Opa Van der Velde, 53 jaar geleden dus mee begonnen. En de derde generatie, de kleinzonen, zijn nu de eigenaar. We zijn het grootste bedrijf in ons vakgebied van Nederland. We bieden een totaal pakket op het gebied van rioleringsbeheer. Kenmerkend voor een familiebedrijf en ook zeker bij Van der Velde is eigenlijk altijd de lange termijn gedachte. Als je kijkt naar onze collega's, die vinden we heel belangrijk. We doen er eigenlijk veel aan om die het naar de zin te laten hebben. Vertrouwen is daarin vooral de basis. Maar ook naar ze luisteren en kansen bieden wanneer dat mogelijk is. En degene die het kunnen en willen vrijheid en verantwoordelijkheid geven. En vaak leidt dat tot hele lange dienstverbanden en een fijne samenwerking. De lange termijn gedachte geldt niet alleen voor onze medewerkers, maar ook zeker naar onze klanten. Snel geld verdienen, dat is nooit een optie, daar gaat het niet om. We willen echt lang met een klant samenwerken, een relatie opbouwen en de goede dingen doen voor een klant. En ook proberen niet alleen maar het probleem wat de klant vandaag heeft op te lossen, maar altijd toe te werken naar een lange termijn oplossing, zodat de klant niet voor onverwachte verrassingen en onverwachte kosten komt te staan. Ja, wat we hier aan het doen zijn is eigenlijk de traditionele manier van riolering vervangen. Zoals we dat al heel lang en vele bedrijven met ons heel lang op die manier doen. Vaak is dat handwerk, zeker in een tuin zoals hier. Maar we hebben ook een aantal jaren geleden een innovatievere wijze van riolering vernieuwen ontwikkeld. Wij zijn vandaag hier in Arnhem om renovatiewerken uit te voeren. Dit kan eigenlijk op twee methodes. Door breekwerk, waardoor je door tegelwerk en vloeren en keukens eigenlijk zaken zou af moeten breken. Wij hebben gekozen voor de optie om de riolering van binnenuit te vervangen. We passen deze techniek toe omdat we hier deze in een dag uit kunnen voeren. Dus weinig overlast voor bewoners. De kwaliteit is dermate hoog dat die meegaat tot einde levensduur van het gebouw. Van tevoren gaan we eerst een opname van de riolering van binnenuit maken. Hier hebben wij een speciale camera voor die de riolering in 3D in beeld brengt, waardoor wij precies weten welke technieken wat we moeten doen in dit gebouw. De liner kun je voorstellen als een sok die wordt voorzien van hars. De liner komt uit de auto geprepareerd en dan wordt die handmatig hier in deze trommel binnenstebuiten opgerold voordat die wordt aangebracht in de leiding. De liner is net in de inversietrommel gebracht. Middels luchtdruk wordt die in de riolering geblazen en dat zien we hier nu net gebeuren. De liner is nu ingebracht en die gaan we nu op een stoomapparaat aansluiten en na 2 uur is die uitgehaard. Als de liner straks is uitgehaard, zullen we de inlaten voor de toiletvoorzieningen openfrezen. Dit doen we vanuit het dak en het gat in de weg gaan we ook dichtmaken. En daarmee zorgt Van der Velde Rioleringsbeheer dat het gebouw weer 40 jaar mee kan.